Geen heilverklaring. Een beetje lang geleden al. Zijn ze allemaal, dat komt er vaak niet uit. Dat ga ik dus niet doen. Ik ga het een en ander vertellen. Waar wil je staan? Ja, we kunnen hier staan. Ja. Ik kan je niet verstaan, dus. Nee, ik ben er. Ik heb het opgeschreven, want het was een beetje veel om te onthouden. Lieve vrienden en familie, fijn dat jullie er zijn. En alleen omdat we 50 jaar getrouwd zijn. 50 jaar getrouwd klopt. Dat klinkt als een eeuwige tijd. Maar oh, het is dat snel voorbij gegaan. En dat hebben we veel meegemaakt in die jaren. Onverhaaste bruiloft, omdat ik zwanger was. Want zo was het toen. Je kreeg geen kinderen als je niet getrouwd was. En je mocht op je werk ontslagen worden, omdat je trouwde. De eerste weken woonden we in de Bilt. Bilt? Bij Teus, bij mijn broer Teus. En zijn vrouw Thea boven. Het leek wel vakantie. Heerlijk wandelen in de zon. Iedere dag aardbeien met slagroom toe. Gewoon uit je bed kunnen komen zonder dat je iemand vroeg wat ga je doen. Alleen kamersbewoners, die zullen dat snappen. Toch, Martijn? Wel, had ik de zenuwen als het eten niet op tijd op tafel stond. Uit zijn werk kwam. Want dat had ik thuis zo geleerd. De maaltijd stond klaar, aardkool aanschuiven en na de maaltijd deed ik snel de vaat en ik zette het zelf af. Dat was eigenlijk niet gelukt. Direct eten was niet zijn ding. Ik hoefde niet alle werkjes tiptop af te doen. De strijk mocht rustig uitgesteld. Dat was heel normaal. Na 4 weken kreeg ik een bericht van een bedrijf uit de Hofweg. Een baan en een eigen huis in Spijkenisse. Geweldig. 2 dagen samen met Bep verzocht en gepoetst en we maakten kennis met een buurvrouw die ons over alle buurtjes inlichtte, met welke buurvrouw zij het liefst de galerij zou aanbreiden en andere gezellige activiteiten die je kon hebben op de plek. En daar werd Bettina geboren. En 2 jaar later die jongens, nou ja, die dan in het ziekenhuis. Want dat was niet opgegeven. Alleen dat. Zelf had ik het verwacht. Ik had het niet tegen haar verteld, want die zelf zich maar zo. Op de flat konden we niet langer blijven wonen. En op advies van de personeelschef en met steun van de regering, de breedbandmiljoen, konden we een huis kopen. Dat werd iedere dag sherry of rosé drinken met vriendinnen en de achtertuin. Terwijl de kinderen speelden met zelfgemaakte blubber. Het eten was niet altijd klaar als hij thuis kwam. De strijk werd al opgespaard. En helemaal gek, soms kookte uit zelf. Een prachttijd. Maar onveilig gevoel en de kennis van het gevaar dat dreigde binnen de petrochemische industrie deed ons besluiten de streek te verlaten. En we gingen wonen aan de schitterende Veluwezone. Mooie jaren. Maar er kon niemand op visite komen of ze moesten mee in het bos in. Kijk je naar de dassen, de vossen, de reeën, de wilde zwijnen. En de kinderen moesten mee wandelen en werden voortgedreven op zoek te gaan naar de limonadekraantjes die aan de bomen hingen. Voor de gek houden, dat is toch een leuke manier om kinderen groot te brengen. Wij hadden er echt veel schrik over. Het grootste deel van de tijd hebben we wel doorgebracht hier in de regio. De streek waar het dialect van de mensen niet kon verstaan. En waar je misschien wel altijd een allochtoon vond. De kinderen groeiden op en maakten kennis met het Betuws leven. En wij dus ook. Ze vonden een partner, trouwden en ze kregen onze kleinkinderen. Daar mogen we van genieten. En dat doen we dan ook. We verbazen ons over hun zelfstandigheid, hun onafhankelijkheid, weg naar de volwassenen. Tuurlijk. Het leven was voor ons niet alleen maar voorspoed. Tegenspoed gaan we al heel lang stil. Want een kind verliezen, dat gun je je grootste vijanden niet. We kennen het verdriet. En juist dat heeft ons sterker, rijker en weerbaarder gemaakt. Het is een voorrecht en een groot geluk te leven met een partner aan het.
Daar komt een heilverklaring in. En dan die appels maken. En dan die op tijd de zaken in het vergeet. Tevreden dus met zijn leven. Geniet van zijn familie en vrienden. Je kan wijzen op de mooie dingen in de natuur. Die met je wil genieten tijdens lange wandelingen. Die mooie muziekmomenten met jou wil delen. En die op tijd kan stilzetten. Dat is de hele maand. Want je weet,